klap. Overkant. Ja, ik voel me een beetje vrij. Een beetje vrij? Ja, ja, ja. Ja. Pakito, kan je ons een beetje vertellen over je ervaringen sinds deze kant op is gelopen, zeg maar? Nou, Eva. Nou, zoals ter eerste wil ik ieder bedanken. In het bijzonder God, Allah. Ik wil mijn familie bedanken voor alles dat ze hebben gedaan. Ook de topadvocaten, meer bekend als Benito Piek en mevrouw Algu, wil ik ter alle opzichten bedanken. Ik ben ter alle tijden goed behandeld door de politieagenten van Geersvleet. Ook nooit mishandeld door hun en nooit mishandeld door de arrestanten. Hier op Santa Boma ben ik correct behandeld door elke inspecteur en elke commandant. Ook de commandant Bas Nan Persat heeft me correct behandeld. De eerste twee dagen was ik wel met 12 tot 16 mensen in een cel. Ik heb alle celhuizen meegemaakt op politiepost Geersvleet. Eigenlijk wil ik als eerst weten, zijn de prijzen al gezakt? Nee. Ja, dat is mijn doel. Elke ondernemer, 17 februari, die verlies heeft geleden, wil ik heel veel kracht wensen, heel veel power. Dat is nooit mijn intentie geweest. Plunderingen, diefstal, zit niet in mijn systeem. Tussen de 7 en 8 jaren heb ik altijd vreedzame protesten georganiseerd. En zo gaat het altijd blijven. De bedoeling van de protestactie is meer een boodschap en een signaal te geven aan de regeermakers. Zoals de heer, de president van Suriname en de VP. Meer bekend als Santokki en Ronnie Brunswijk. Wij gaan door met strijden. Ik ben natuurlijk het stem van het volk. Ik ga altijd de stem van het volk zijn. Aan alle activisten die mij hebben ondersteund toen ik in de bak was, zoals Curtis Hofwijks, Brian Boeleider, Maisha Neus, Organic Movement en alle andere activisten. Ook al is het Cibrano Piqué waarmee ik niet op één lijn was samen. Alle mensen die hebben geplunderd en die in een cel zijn nu, wil ik vragen, waarom hebben jullie dit gedaan? Wie heeft jullie gestuurd? Mijn intentie is altijd om een boodschap te geven. Wij moeten hier in Suriname leren om met elkaar te leren leven. Ongeacht als je Hindustaan bent, Javaan, Kriool, Indiaan of Chinees. Nogmaals, ik wil weten als de prijzen zijn gezakt. Aan de vakbonden wil ik vragen, waarom zijn jullie maandag en dinsdag gewoon weer open gegaan? Waarom hebben jullie niet gezegd, we blijven gesloten totdat de heer Biervliet vrijgelaten wordt. Wij moeten leren om samen in één deur te gaan. Ik wil aan de heer Santokki, de president van Suriname, vragen wanneer hij de prijzen gaat zakken. Wat is zijn ontwikkelingsvisie? Wat is zijn strategische plan? Staat diaspora nog achter hem? Ik ben natuurlijk hier namens het volk, stem van het volk. Zijn de prijzen al gezakt? Als de prijzen nog niet gezakt zijn, gaan wij gewoon door. Ja, we zijn niet hier om... Mijn opsluiten is geen optie. Een vergunning aanvragen, vraag ik me af. Waarom is dat nodig als het mijn democratische recht is om mijzelf te uiten? Waarom moet ik een vergunning aanvragen als de grondwet zegt dat de burger ter alle tijden zijn rechten in hand mag nemen om zichzelf te uiten als zaken fout gaan. Zodra de wetten niet zijn aangepakt en zodra de wetten niet zijn hersteld, komt er nog een protestactie. Zodra de prijzen niet zijn gezakt zoals ik op straat ben gegaan heb aangegeven, de kinderen kunnen niet eten, de kinderen kunnen niet naar school, de mensen kunnen geen bussen betalen,
Er is geen werkgelegenheid. Er is geen koopkracht. De koers blijft hetzelfde. De benzine blijft maar dalen. Hoe wens... de benzine blijft maar stijgen. Ik ben een beetje lang binnengebleven. Dus hoe gaat de president dit oplossen? In case de president met mij in dialoog wil gaan, sta ik er open voor, onder één voorwaarde, dat alle mediasectoren in Suriname live moeten gaan, doordat de president en de Surinamers op de hoogte moeten zijn waarover we praten. Ik doe geen dingen achter gesloten deuren. Geld heb ik niet nodig, posten heb ik niet nodig. Ik wil alleen dat het goed gaat met Suriname, de bewoners en de bevolkingsgroepen in Suriname. In elke sector, de ondernemers, de leerkrachten en alle andere ambtenaren, voor hun kom ik op. Bent u nou nog verdachte? Danderes! Danderes! Vrije voeten, maar ben je verdachte? Nee, ik ben geen verdachte. Ten eerste of zeg ik ben nooit opgeroepen door de politieagent. Ik ben persoonlijk gegaan omdat ook mijn truckchauffeur, dus daar ga ik ook nog even werk van maken. De meerijder is vreselijk mishandeld. Heeft hechtingen gehad aan zijn lippen. 3 hechtingen zonder verdoving. Ik heb een uitgave van 3 tanden die hij heeft verloren. Hij is op brute wijze mishandeld. Een meerijder die samen met mij chauffeur meereed. Ik wil ook weten, is Ashwin al vrij? Ashwin is de DAF-chauffeur. Dus voor hem ga ik nu strijden. Het is een hele onschuldige man, een vader, een zoon, die mij heeft bijgestaan in bijna elke protestactie. Wij hadden niet gedacht dat de protestactie zo zou aflopen. Toen we eraan kwamen, waren er ook al mensen voor het DNA-gebouw. Ik ben opgehaald en ontvangen door trotse Surinamers die voor een vreedzame protest wilden gaan. Dus mijn concern nu is iedereen uitbetalen natuurlijk, want ik heb alles gehuurd. Het kost heel wat geld. Nu moet ik 4 nieuwe banden kopen die de militairen en de politie hebben, de banden hebben geschoten. De truck staat nog daar. Ik wil ook weten als mijn geld nog in mijn tas is, want ik had 15.000 SRD en €400 in mijn tas. Ik wil weten als mijn portemonnee nog in mijn tas is en dat was in de DAF-truck. Dus hebben we te maken met militairen en politieagenten die ons moeten beschermen, maar stiekem ook stelen. Er moet ook aangegeven worden dat politieagenten en militairen en leerkrachten ook hebben gestolen in plunderingen. Zo, waarmee zijn we bezig? Is het een opgezette zaak? Weet u, dus nogmaals, Suriname eerst, dan de rest. De strijd gaat door. Ik ga niet stoppen. Ik heb zoveel dagen niet geslapen. Ik was met heel wat arrestanten die ook onschuldig zijn, waarbij een van de mensen zomaar daar zit. Dus moeten we nog geloven in de artikelen die behandeld worden? Of werken we nu met gevoel? Werken we nu met, gaan we geld gewoon nemen van een onschuldige mensen die gewoon daar zitten? Dus dit zijn eigenlijk zaken waarmee we te kampen hebben. Is het een rechtsstaat? Is het een machtsstaat? Want als er sprake is van machtsstaat, gaat dat nooit werken zodra ik in Suriname zit. Samen met alle bewoners van Suriname. Suriname is een rechtsstaat en een rechtsstaat gaat het blijven. Het is een democratisch land. Dus... Nou, u zat wel 10 dagen vast. Heeft u enig idee waarom dat dan was? Waarom u vast zat? Er was aangegeven dat ik moordpogingen heb gedaan. Diefstal, plunderingen. Brandstichtingen. Mevrouw, van waar ik kom, ben ik niet zo opgevoed hoor. Ik ben opgevoed door een correcte oude vrouw, meer bekend als Radjum. Dus we maken geen grappen met dat soort dingen. Ik ga altijd opkomen op een vreedzame manier. Harmonie, liefdevol, want met liefde kan je heel veel bereiken. Dus al die aanklachten zijn die dan nu ingetrokken, nu je vrij bent? Anders zou ik niet hier staan. Dus ik ben onschuldig voor hetgeen waarvoor ik beschuldigd was. Wat ga je vanavond doen? Met mijn familie zitten. Met mijn familie zitten. Mijn familie die me ter alle tijden heeft ondersteund.
ook natuurlijk, men maakt niet uit wie erbij wil zitten. We gaan nog even kijken wie erbij wil zitten. De actievoerders, de activisten waarmee ik in wil zijn, moet zijn, zijn tot de dag van vandaag met me. Omdat we liefde voor elkaar hebben. En ik wil met mijn familie zitten. Ik heb 7 dagen lang gebeden. Ik was met 16 mensen in een cel. Niet de Santa Boma, wat ze hebben aangegeven. Dat was op Geersvleet. Santa Boma, waar ik hier was, heeft me ter alle tijden correct behandeld. De inspecteur, ook de directeur, heeft me met open handen ontvangen. Nooit heb ik last gehad van een iemand die is arrestant, zeg maar. Dus, maar ik heb heel veel geleerd hier. Ik heb hier geleerd dat we nu in een staat leven waar mensen met gevoelens beslissingen nemen. En dat moet ophouden. We moeten kijken naar de artikelen die mensen, waarvoor mensen zijn beschuldigd. Niet omdat iemand iets heeft gedaan, moet hij 10 en 12 maanden vastzitten terwijl hij ter alle tijden vrij moest zijn. In zo'n staat leven we nu. En als dat nu het geval is, moeten wij als Surinamer ter alle tijden optreden om bepaalde klachten in te dienen op internationaal niveau. Moet er een onafhankelijk onderzoek komen naar wat er gebeurd is? Zeker wel. Ik ga dit niet zo laten. Er zijn ook andere activisten opgesloten. Ja? Zoals Raoul Abdurrahman. Bent u ze tegengekomen? Nee, ik was alleen in een cel. 2 dagen, 3 dagen daarna was ik met een paar mensen in een cel. Ik ben ze niet tegengekomen. Als het zo is dat meneer Raoul onschuldig is, moet hij ter alle tijden direct vrijgelaten worden. Omdat we niet te maken hebben met mensen die gewoon opgesloten moeten worden. We hebben mensen die rechten hebben en we moeten die rechten respecteren. Ik zie op een of andere manier dat Suriname tot een machtsstaat wordt. Je mag geen mening geven. En ik wil elke Surinamer zeggen, wees niet bang om je mond open te maken. Zodat het op een rechtvaardige manier is en in belang van het land. Akito, je hebt aangegeven dat je onder bedreiging bepaalde handelingen hebt gepleegd. Sta je nog steeds achter dat? Zeker. Er waren, dat zeg ik je toch, op dat moment waren er mensen met messen. Er waren mensen met pistolen. Zij is mijn nichtje, zij was kortademig. Ik moest haar redden. We hebben te maken met 7 keren, 8 keren in traangas gaan. We hebben te maken met mensen die zeggen, if you stop a bus, moet zoet a bus chauffeur futiri. En ik wil dat niet op meedragen. Ik heb dezelfde route dat ik de politieagenten, de 5 inspecteurs heb gezegd. Waar ik zou reden, daar heb ik gereden. Wat ik ook wil meegeven, is bij alle plunderingen in de stad was er niet eens 1 militair. Niet eens 1 politieagent. Hun voorbereiding was bar slecht. Ze hebben gefaald. Als u weet dat de Nationale Assemblée al bijna 1 uur wordt bestormd, waarom ga je voorbereidingen niet doen in de stad om de ondernemers te beschermen, maar alles op pakito te schuiven? Hun hebben gefaald als staat, niet wij. Wij hebben begrepen dat terwijl het gaande was bij de assemblee, dat er al geplunderd werd in de stad, dat het eigenlijk tegelijkertijd bijna gebeurde. Is niet waar. Het is niet waar. Mijn bedoeling was om de mensen te trekken. Mijn bedoeling was de mensen die zaten te plunderen, om ze tot rust te brengen. Maar als de politieagenten en militairen het zelf niet kunnen doen, wie ben ik? Toen ze bezig waren de militairen te bestormen met een stenen en zo, heb ik toch geprobeerd om die mensen die met stenen gooiden, toch hun handen te houden om eenheid te vormen. Maar het heeft ook niet gelukt. Ik riep nog een militair en een agent, trek me, want ik ben in gevaar. Die man keek gewoon zo naar me. Dus ik was helemaal stuurloos. Ik ben ook niet begeleid door de politie. Zoals het afgesproken was. Hoe verder met mij? Hoe verder met mijn veiligheid? Waarvoor was het gesprek eigenlijk? Ze hebben gefaald. Terwijl de stad was helemaal niet druk, want ik heb gereden in de stad. Ik heb alles ervaren. Maar ik kon niks doen, want ik was onder bedreiging. Ik was gewoon letterlijk op mijn truck en ik wou daar zijn. Iedereen had een pistool daar. Ik weet wel 1 ding zeker, dat ze onder invloed waren van drugs en alcohol. Niet iedereen, maar de meeste mensen waren onder invloed van drugs en alcohol. Er waren mensen met een kapmes en er waren mensen met messen. Dat is ook te zien.
Heb je enig idee uit welke hoek dit dan komt? Ik weet niet uit welke. Als ik het wist, had ik het gewoon gezegd, want ik ben niet bang voor niemand. Maar ik weet het helaas niet. Maar die twee mensen die met mij hebben gereden, Ashwin en Errol, ga ik ter alle tijden beschermen. En als iemand de uitspraak maakt dat ze hun gaan doodschieten, wat moet ik doen? Ik ga alles doen. Vandaag de dag zijn ze veilig, ze leven nog. Ik moet alleen kijken hoe het nog met Ashwin gaat. Want Ashwin is echt onschuldig. Heeft me, we hadden dit niet verwacht. Wij zijn gewend met vreedzame acties. En ik denk ook dat daarom God mij vandaag heeft vrijgelaten. Ja. Komt er nu nog een protest? Want ik kan me ook voorstellen dat het nu na de gebeurtenissen van de 17e misschien onveilig is om te demonstreren. Omdat je niet weet wat er nog gaat gebeuren. Of er weer een geweldsuitbarsting komt. Nee, de prijzen moeten zakken. De prijzen moeten zakken, de koers moet zakken, de brandstof moet zakken, criminaliteit moet zakken, mishandelingen moeten zakken, koopkracht moet omhoog gaan nu. Luister nou, de president zit al volgens mij in mei 3 jaren. Hij wil 200 dagen. Wat wil hij nog meer? Wat wil hij dat we achter hem moeten lopen terwijl kinderen niet gegeten hebben thuis? Ik ben naar Sofia gegaan, Flora. Ik ben naar Rangoon gegaan nu weer. Dat zijn de ghettobuurten waar de president ging lopen tijdens zijn verkiezingscampagne. Toen de ondernemers zijn geplunderd, toen ze hun zaak hebben geplunderd, is de president toch gegaan? Waarom gaat de president nu niet naar de ghetto om te kijken hoe gaat het in deze mensen huis? Hebben deze mensen wel te eten? Wel, als hij naar Sofia gaat, gaat hij zien dat hij niet iets binnenkomt. Hoor. Zo teleur zijn die mensen gesteld. Dus aan de president wil ik zeggen, je moet ook naar die mensen gaan, in de wijken gaan, in de ghetto gaan, bij de Mofina's gaan, naar de districten gaan, om te kijken als die mensen hebben te eten. Want die mensen hebben gegeten op tafel. Daarom zie je de president wil rust. Wel vanuit mijn kant, Stefano Bierfried Pakito, zeg ik aan deze president van Suriname, wil je rust? Begin alles te zakken. Begin de benzineprijzen te zakken. Begin de koopkracht te versterken. Begin de producten in de winkels te zakken. Probeer de criminaliteit te laten dalen. En dat kan je alleen doen door alles te zakken en alles te stabiliseren. Tot nader orde gaat er geen rust zijn. Wil je rust hebben, is het niet in dialoog. Dialoog is kletsen achter de schermen en bepaalde afspraken maken. Ga niet in dialoog met niemand. Zorg ervoor dat alles daalt en alles zakt. Dat de arme mensen, de poti's, maar de mofina's, maar de ghetto's, maar dat kan je ook toe. Zorg goed dat je de rust die naar kondre. Want als je de hele dag in dialoog wil gaan, breng je niks. We moeten leren produceren hier in Suriname. Je hebt goudconcessies uitgegeven. Zeg ze 25% tot 15% dat ze moeten inleveren. Dat ons kasreserve en munteenheid begint op te krikken. Laten we gaan in de grove diamanten die we ook hebben. Laten we praten over het systeem dat de heer Venetiaan heeft gebruikt in zijn tijd. Dat hij een systeem had bedacht voor de gemiddelde Suriname. Dat ze minder konden betalen voor hun olie. Voor een bepaalde periode. Totdat je uit de diepte komt. Maar deze president doet niks. We moeten niet voor elkaar jokken. Hij doet niks. We hebben te maken met een president die een vliegtuig als een taxi neemt. Dezezelfde president had zoveel dingen over de heer Bouterse gezegd. Dat de heer Bouterse de hele tijd zit te reizen terwijl hij het zelf doet. We willen niet in dialoog gaan. We willen weten hoe hij de zaken gaat oplossen. Dat willen wij weten. En wanneer? Hoe lang gaat het nog duren tot 2025? Hoe lang gaat het nog duren voor onze kiesstelsel? Dat het uitgewerkt wordt. En gaat het assemblee akkoord daarmee? Gaan we goedkeuren? Hoe ziet het eruit? Dat soort dingen willen we weten. We hebben te maken over een president. Zodra je hem interviewt, gaat hij zeggen, gisteren heeft hij vergaderd. Misschien zat hij te slapen, maar zodra er een camera komt in zijn gezicht, heeft hij gisteren vergaderd. Of was hij in een meeting, of heeft hij een groep. We hebben niet meer groepen nodig. Snap je? Kijk, daarom ben ik niet te oud politiek gegaan. Het is verziekt. En ik wil me niet daarin verdiepen. Mijn liefde voor Suriname is veel te groot. Daarom heb ik nooit een pas genomen en gelden niet. Ik werk keihard voor mijn geld. En al moet ik elke dag sardine eten wat zelf nu duur is, zal ik dat doen. Sterkte. En als intimidatie, jouw aanhouding? Ik weet niet wat ze willen doen. Als dat het is, dat is dat het. Weet je, ik ben voor het land. Ik ben voor land en volk. Ik ben stem van het volk. Iedereen was bang om te praten. Er kwamen geen protestacties. Begrijpt u? En er komt nog een protestactie zodra die dingen niet zakken. Dat alleen willen we hebben. Wil de president rust hebben, moet hij de
de middelen laten dalen en de criminaliteit moet gaan verminderen. En that's it. Ja. Ben je gestopt geworden? Ga je een stap terug doen? Of zeg je nee, dit moet ik weer milieu? De acties gaan door. De acties gaan door. Ik ben eigenlijk slimmer geworden. Ik heb heel wat mensen hier binnen ontmoet die me heel wat scholing hebben gegeven. Niet iedereen die in de bak zit is een crimineel. Er zijn heel wat intelligente mensen, ontwikkelde mensen hier binnen, die mij heel wat zaken hebben geleerd dat ik nooit wist. Een van de zaken die ze mij hebben geleerd is eigenlijk vrijheid en gezondheid is het enige wat wij als mensen willen. Twee is, een oprecht persoon komt altijd vrij en daarom sta ik vandaag hier. Thank you. Graag gedaan. Zo kan ik nu eten. Nog een foto met de mensen. Een foto met de mensen. Dankjewel iedereen. Iedereen op de foto. Curtis. Brian, kom op. Kom. Jamal, kom. Jamal, kom. Die lange mensen moeten voor. Of je kan ook pakken, hè? Nee, moeder, je moet juist staan. Oh, staan. Oké. Low notering. Er is ook Dennis. Zo, dankjewel. Hey, man. Hey, fuck. Hey, Jamal. Oké. Okay. Dus. Abo. Ja man. Ja man. Ja man. Ja man. Oké. Abo. Check. Wat kan ik doen? Honderd. Ja man. Meneer Marcel. Succes, hè? Voor, ja, dank u. Voor. Voor, hè? Ja, maar. Oké, wat werkt?